Ik ga de mensen hier vragen wat ze van het idee vinden om een Burger King te plaatsen in het dorp. Er is namelijk een ondernemer uit Schravendeel die een Burger King wil realiseren nabij de carpoolplaats aan de Peulenlaan. Met een terras en drive. Vanuit de ChristenUnie is al positief gereageerd omdat het onder andere goed zou zijn voor de werkgelegenheid. Maar ik ga vragen wat de mensen er hiervan vinden. In dit geval hou ik niet van Burger King of hamburgers. Dus van mij mag die gerust elders. Hoeft niet per se in Harderveld. Omdat u er zelf niet van houdt, omdat u het liever niet in het dorp heeft? Nou, ik hou er zelf niet van. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, mijn man kwam er onlangs mee thuis. Ik moest even hard lachen. Moest je hard lachen? Waarom? Nou, ik had zoiets als Harderveld. Ja, niks van Burger King? Of vind je het wel positief? Ja, ik moest er even aan het idee wennen, zeg maar. Maar het lijkt me wel wat, maar ik was een beetje over... U zag het niet voor zich misschien? Nee, ik had echt gewoon zoiets, dus, ja, als je dat nou bij Harningsveld of Alblasserdam of... Dan heb ik zoiets alleen, maar bij je eigen dorp, ja, dat is wat anders. Oké, maar goed, u vindt het dus wel op zich positief? Ja, op zich wel. Ja. Ik heb er wel even over nagedacht van trekt het qua, hoe zeg je dat, even netjes, ja... Ongurigheid, zeg maar. Trekt het geen rommel aan, zeg maar. Maar ik heb zoiets van, ja, je knalt daar de rijtje af en je knalt hem er ook weer op. Ja, dat is zeker zo, ja. Dus ja. Ik had wel zoiets van, nou, is misschien best leuk. Ja. Weet ik eigenlijk niet. Weet u niet. Heeft u het wel gehoord? Ja, wel. Ik heb het gelezen. Oké. Nou, wat dacht u toen u het las? Ja, is dat hier nodig? Ja. U vindt het niet zo nodig misschien? Nee. Okay. Ik denk niet dat het hier zo zou lopen. Nee? Waarom niet, denkt u? Denk het niet. Nee. Omdat we maar een dorpje zijn? Of het ligt wel langs de snelweg. Dus... Ja, dat scheelt wel. Ja. Ja. Dat zou ik misschien... Het zal de tijd leren, denk ik. Ja? Ja. Het idee om een Burger King hier te bouwen. Ja? Wat vindt u van het idee? Op zich hoeft het voor mij niet. Omdat er hier al horeca genoeg is. En ja, je krijgt toch een beetje een ander soort dorp, zeg maar. Okay. Als een Burger King komt. Hoe bedoelt u dat? Nou, ik vind het gewoon fijn dat je hier echt in een dorp woont. En Burger King vind ik toch meer voor een grote plaats. Ja, op die manier. Oké. Okay. Ja. Maar hij komt natuurlijk niet echt in het dorp, een beetje aan het randje. Is dat wel een beter idee? Voor mij hoeft het niet. Plattelandsgebeuren, dat trekt mij heel bijzonder, ja. Nou, McDonald's zou ik leuker vinden. Ja, dat is natuurlijk in Gorinchem al, hè? Oké. Dat zou een beetje dicht. Nee, ik kom nooit bij de Burger King, dus maakt mij niet uit. Nee. Gewoon het idee van een fastfood restaurant? Prima. Geen problemen mee? Nee, geen problemen mee. Okay. Nee, hoor. En wat vindt u van de plaats waar ze hem willen gaan bouwen? Geen idee. Bij de kabelplaats daar zo? Ja, aan de Peulenlaan. Ja, dat vind ik wel een goede plek. Ja. Ja. Want? Uit het dorp. Oké. Dat vind ik wel, ja. Ja. En nou, dat is wel grappig, want vanuit de gemeenteraad denken we dat ze juist meer mensen het dorp in zullen trekken. Maar ja, denkt u dat ook? Of denk ik dat misschien, ja, ze gaan de snelweg erop, ze zijn weer weg? Ja, maar dat vind ik ook wel goed. Ja, oh, dat hoeft allemaal het dorp niet in. Nee, dat hoeft voor mij niet. Het interesseert me niet, ik hou er niet van. Dus. Waar niet van? Van de Burger King? Nee, dat interesseert me echt niks. Oké, maar ja, stel dat ze hier een Burger King zouden gaan bouwen, zou u het erg vinden of zou u het wel prima vinden? We moeten ze lekker zelf eten, dat maakt mij niet uit. Ja, het maakt u echt helemaal niet uit. Zou u er naartoe gaan, dan zou u er zijn? Mijn kinderen misschien een keer, maar van mij hoeft het niet. Maar die zullen er wellicht een keer aan een patatje gaan halen. Oké. Nou ja, vindt ze altijd het wel een goede plek dan waar ze hem gaan bouwen? Bij de carpoolplaats aan de Peulenlaan? Prima. Ja. Of heb je hem liever in het dorp? Of vindt het wel prima dat hij er een beetje bij is? Het is hier al druk zat met al die auto's elke keer, dus dat is beter denk ik. Dan heb je op dat parkeerprobleem niet zo. Oké, en dan zou die 7 dagen per week open zijn? Vindt dat nog een probleem of zeg je nou prima? Nou ja, voor mij hoeft hij op zondag echt niet open. Mag hij wel dicht? Nee. Ja, er is natuurlijk niet zoveel open hier op zondag. Nee, dan komt denk ik ook het heel groot deel van de bevolking gewoon nog naar de kerk gaat. Ja, oké. En de CUNSGP zijn hier gewoon een grote partij. En die zitten denk ik ook niet op te wachten dat er wat open gaat op zondag. Ja, dat moeten ze zelf weten. Ik zal er niet van naartoe gaan, denk ik. Nee, zou je er niet naartoe gaan? Nee. Hoe komt dat? Vind je het niet lekker? Of? Net. Ik vind het helemaal niet lekker. Nee, ik vind het helemaal niet lekker. Nee. Oh, had u misschien liever een andere fastfoodrestaurant gezien? Nee, hoeft voor mij ook niet. Nee. Nee. Oké. McDonald's of Burger King hoeft voor mij niet. Nee. Maar goed, voor de rest van het dorp dan? Vind je het wel een goed idee? Het zal dat mensen blij mee zijn, denk ik. Ja? Oké. Ja. Ja, en vind je het wel een goede plek dan waar ze willen gaan bouwen? Ik sta mijn best daarop. Ja? Ja. Niet in het dorp of... Nee, lekker naar buiten houden. Daar. Ja, prima. Ja. Oké. En waarom willen we er buiten houden? Ja, voor nou, minder overlast denk ik, hè. Ja. Ja, dat is misschien ook weer zo. Ja, toch? Okay. Bij het dorp en leg aan de snelweg, dus prima. En zou die van nu 7 dagen in de week open mogen? Voor mij wel.
Geen probleem. Moet je het zelf weten, ja. Ja, ik vind het best leuk, maar ik ga er toch sowieso nooit zo echt heen, want ik ben er niet echt, Ook niet als we in de buurt zijn? Nou ja, ik vind het best leuk, maar je bent op zich aan de andere kant natuurlijk wel zo in Gorinchem of in Sliedrecht. Ja, maar op de fiets een hamburgertje halen, dat is natuurlijk wel makkelijk. Ja, dat is wel zo. Maar ja, ik werk veel 's avonds, dus ja, ik heb er toch niet zo'n hele tijd voor. Oké, maar goed, voor het dorp zelf zou je het wel een goed idee vinden? Ik vind het best leuk, ik vind het best een leuk idee, maar verder... Oké, en ook tevreden met de plaats waar ze hem willen gaan bouwen? Ja, dat maakt mij niet uit eigenlijk, daar heb ik niet zo'n idee in, nee. Oké, en zou je 7 dagen in de week open zijn? Zou je dat goed vinden of Nee, zondag absoluut niet. Nee, daar ben ik echt op tegen. Nou, dat vind ik wel prima hoor. Ja, vind je het een goed idee? Voor de jeugd is het wel goed. Ja? Ja, denk het wel. Want? Ja, je kunt er je twijfels over hebben, maar ik bedoel aan de andere kant, het zit er wel weer tussen de McDonald's in. Ja, dus we hebben weer een plek om naartoe te gaan, bedoel je? Ja, zoiets. Oké. En zou je de jeugd zou het wel leuk vinden, denk ik. Ja, en u zelf? Ja, misschien af en toe eens gebruik van maken, maar... Ja, toch wel? Toch wel, denk ik. Lekker een hamburgertje halen. Ja, zoiets, ja. Oké, en wat vindt u van de plek waar ze willen gaan bouwen? Ook goed, denk ik. Ja? Ja, een beetje aan de rand, aan de Rijksweg. Weinig last, denk ik, in het dorp. Ja, misschien. Ja, dat is ook wel zo. Ja. Ja, maar er wordt verwacht dat er misschien juist meer mensen het dorp in zullen komen, als die er is. Wat denkt u daarvan? Misschien wel. Ja, het is natuurlijk wel, bij de Rijksweg is het dan ook zo een weg natuurlijk. Uiteraard. En wat vond u van het plan? Ja, dat vonden wij erg leuk. Ja? Ja. Ja. En waarom? Waarom? Omdat je dan gewoon meer mogelijkheden hebt. Oké. Je zou wel lekker een hamburgertje gaan eten daar. Ja. Oké. En vindt het ook leuk dat een Burger King komt? Of zou je liever een McDonald's hebben of wat anders? Nee, wij vinden dus een Burger King, hebben we al over gehad. Vinden wij, dat zijn echte hamburgers, zeggen wij. Ja. Hè, dat is niet gestoomd of zo. Oké. Ja, toch? Ja, 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 dat heb ik gehoord. Dus ja, ik weet het verder niet. Ik vind het prima hoor. U vindt het prima? Ja. Ja? Ik heb er heel hard van. Dus. Maar u vindt het een goed idee? Ja, is prima. Oké. En zou u er zelf ook naartoe gaan? Nou, dat zou zelden zijn, denk ik. Zou niet mijn smaak zijn. Oké. Ja. Oh, had u liever wat anders gehad misschien? McDonald's of iets anders? Ja, McDonald's? Nee, dat is voor de kinderen leuk, hè? Dat is voor de kinderen leuk, hè? Niet eten. Over het algemeen vinden de meeste mensen het een goed idee als hier een Burger King zou komen. Er waren ook een paar mensen die het niet zo'n goed idee vonden. En ook een paar anderen die het liever niet op zondag open zouden hebben. Maar goed, al zou het plan goedgekeurd worden, duurt het nog een hele tijd voordat hij er echt komt. Maar goed, ik ben er in ieder geval gewoon volgende keer weer met een nieuwe straatvraag.